Het unieke wat je hier ziet is dat we eigenlijk op een traditionele manier tv gaan maken, maar in dit geval voor een OTT-platform. Nou, wat maakt het uniek voor NAP hier is dat we eigenlijk de techniek die je hier om ons heen ziet staan, voornamelijk wordt aangestuurd via het datacenter in Hilversum. En dat we hier onderliggend een MAM-systeem hebben en dat is het MAM-systeem Mediabank, dat is een NAP eigen product. En met een MAM-systeem kun je eigenlijk de content verrijken met metadata, waardoor we eigenlijk voor de consument en de eindgebruiker video-on-demand filmpjes klaar kunnen zetten op het platform, maar ook livestreams kunnen gaan distribueren. Het unieke van het platform ook is dat we eigenlijk de consument die mogelijk de content op zijn iPhone kijkt, die kan ook als het ware zelf verslaggever worden. Mocht er hier een ramp gebeuren en ik zou nu naar buiten rennen en mijn iPhone aanzetten, dan kan die direct live in de uitzending geschakeld worden. Op dit moment sta ik voor een curved LED-scherm, 3,9 mm is dat scherm. Het bijzondere hiervan is dat die in een curve is gebouwd achter de presentatieplek. En op die manier dus een mooi uitgangspunt is voor beelden, maar zeker ook voor graphics. Verder hebben we in deze studio nog een aantal HD plasma schermen geleverd en nog een op zichzelf staande LED-wall. Naast de videofaciliteiten hebben we hier als chain zijnde ook het licht geleverd. Dit lichtplafond is volledig gebaseerd op LED-armaturen van de Sisti en de Velvets. Dit om enerzijds echte traditionele tv-belichting te kunnen doen, maar zeker ook genoeg softlight dat de studio multi-inzetbaar is. Het lichtontwerp is van James van Someren van Chain.